Een spannende middag in Weert, waar MVC 19 aan Maasbree kampioen kan worden in de derde klasse. Maar dan moet er wel gewonnen worden van MMC uit Weert. Dit is de wedstrijd met hier MMC aan de bal in het wit-blauw. Waar in de eerste paar minuten, eerst 20 minuten, flink wordt afgetast. Dit is 20 minuten in de loop van de wedstrijd, waarbij MVC de druk opvoert. Onder leiding hier van scheidsrechter Tom Drakstra zien we deze kans. Wat eigenlijk een doelpunt had moeten zijn. Veel fans mee naar Weert afgereisd om het kampioenschap mee te maken. En dit is het eerste doelpunt van de wedstrijd. Rob Kusters stuurt hier Joris Timmermans de diepte in. Het is 0 tegen 1. MMC probeert eruit te komen, probeert druk te zetten. Maar MVC 19 weet ook dat er met een simpele overwinning de kampioenstitel in de wacht kan worden gesleept. 0-1, dat is de ruststand in de tweede helft. Wordt Joris Timmermans vervangen door Mike Peters. Gebeurt allemaal na de pauze. Hier probeert MMC eruit te komen. Levert weinig op. Hier, hoekschop. Marco Daniels en een prachtige kopbal van Bart Kriene. Die in de 60ste minuut voor de 2-0 zorgt. Blijdschap bij MVC. En zij weten dat de titel echt nu binnen handbereik is. Vorige weekend ook bijna. Toen stond Barlo achter. Maar Barlo wist op het laatste moment toch nog te winnen. Dus nog geen kampioenstitel voor MVC. Hier nog een kans voor MMC. Dan hier een wissel. Ron van der Kerkhoff wordt vervangen door Jules Albers. Een van de smaakmakers van het team, Ron van der Kerkhoff. En dan is het hier MMC. Nog met een grote kans. Dat wordt verzilverd door 2-1. Steven Boelaars redt de eer voor de thuisclub. Nog een paar minuten te spelen in de wedstrijd. Wordt dit de laatste kans van MVC 19 om de kers op de taart van het kampioenschap te maken? Jules Albers die stuit hier wel op de doelman van MMC. Dat betekent geen 3-1, toch 2-1. Een overwinning voor MVC 19. En dat weten ze en dat horen ze hier. De fans zijn uitzinnig en dat betekent dat de Maasbreese ploeg de titel in de derde klasse C heeft binnengesleept. Goed nieuws dus voor de ploeg uit Maasbree. Volgend jaar in een hogere klasse. Alle spelers, ook trainer Tom van Bergen, de grote medische en technische staf, ze blijven allemaal. Alleen assistent grensrechter Erik Peters stopt aan het einde van het seizoen. Champagne en bloemen voor de kampioenen van MVC 19 uit Maasbree. En ook in Maasbree later zal het een groot feest worden. Hier krijgen ze de schaal uitgereikt. MVC 19, kampioen 2021-2022. Zondag speelt de club zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen.